Ik ben Bert Warstra. Ik ga samen met mijn kleindochter Willemijn een krans leggen bij het monument op de Dam. Dat doen we voor alle vervolgingsslachtoffers, Joodse mensen, Sinti en Roma, die in Duitse concentratiekampen vermoord zijn. Ik ben zelf ook van Joodse komaf en heb op 13 adressen ondergedoken gezeten tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dat was een hele verdrietige periode. Maatregelen van de Duitse overheid. Ik mocht niet meer naar mijn school, ik moest mijn school verlaten. Ik mocht geen padvinder meer zijn, want die was inmiddels al verboden. Ik moest mijn fiets inleveren, want ik mocht niet aan het verkeer deelnemen. Ik mocht 's morgens voor 8 uur niet op straat komen en 's avonds na 8 uur niet. We mochten niet meer in de parken spelen, we mochten niet naar het zwembad. We moesten een ster gaan dragen, dat iedereen je kon herkennen. Dat jij een lelijk Joods jongetje was. Het was echt een verschrikkelijke, verschrikkelijke tijd. Al die maatregelen die voelden echt als een lasso om je nek. Een lasso dat langzaam werd aangetrokken tot je zou stikken. En ja, dat gevoel ben ik eigenlijk nog nooit echt kwijtgeraakt. En ik ben heel veel samen met mijn moeder soms ondergedoken geweest, maar meestal alleen. En dat waren verschrikkelijke angstige belevenissen. Je zat op een kamertje, je verveelde je stierlijk en je wist eigenlijk niet hoe de volgende dag voor jou zou eindigen. Ja, en dan komt de bevrijding. Iedereen in feeststemming. Maar ik terug in Enschede, ik was helemaal niet in feeststemming. Ik was verdrietig. Ik leerde toen echt dat mijn vader vermoord was. Ik leerde toen echt dat 26 familieleden, volwassenen, ooms, tantes, neefjes, nichtjes, vermoord waren en in concentratiekampen waren omgekomen. Een afschuwelijke periode voor een puber die ik toen was. Maar de padvinderij longte weer en ik werd weer scout. En daar ontmoette ik allemaal jongens die mij van tevoren niet kenden, dus die eigenlijk vrienden voor me waren en het werden mijn vrienden. En daar begon mijn jonge leven weer op te bloeien. Toen ik 15 was, bracht ik plotseling door toeval een bezoek aan de grote stad München. En ik zag daar vrouwen puinruimen. Er was geen huis meer te zien. Ik ben er zo van geschrokken dat ik dacht, hier moet ik wat mee gaan doen. Dit was eigenlijk het begin van mijn activiteiten om op scholen en voor gezelschappen mijn oorlogsverhaal te vertellen. Ik vertelde mijn verhaal om anderen te laten inzien wat verschrikkelijk oorlog is voor kinderen, maar natuurlijk ook voor volwassenen. Wat oorlog doet met mensen. Je traumatiseert. En je eigenlijk leert, ga vredig met elkaar om. Respecteer ieder medemens. Hou je niet bezig met antisemitisme of anti-islamisme. We hebben allemaal hetzelfde bloed. We zijn allemaal gelijk. Ik ben een oud scout. Je ziet, ik heb een das om mijn nek. En ik draag die eigenlijk met heel veel trots, want ik ben nu 92 jaar. En ik wil graag herdenken en meedenken dat in heel Nederland op dit moment, op 4 mei, zoveel scouts actief zijn bij herdenkingen op allerlei plaatsen. Ook op de Dam in Amsterdam, maar ook elders. En ik voel mij daarmee zeer verbonden.